YouTube. Vandaag een iets andere vlog. Ik wil jullie de setup laten zien waarmee ik al mijn spullen edit. Welke programma's ik gebruik, welk programma ik gebruik. En hoe ik dit doe en welke werkwijze ik gebruik. Daarnaast heb ik een nieuw pakketje binnengekregen. Ik zocht een leuke pet en die heb ik gevonden bij Full Slick Apparel. Een lokaal Nederlands bedrijf, twee Nederlandse jongens. Maken leuke t-shirts, maken mooie t-shirts vooral, goede kwaliteit. En ik wilde graag nog een andere pet, dus ik heb deze besteld bij ze. De doos die ik krijg is echt, ja, die is al op zich best vet, met welbekende quotes van ze. Drop a gear and disappear. De website natuurlijk. Getting lost on purpose. En natuurlijk nog een keer de website. En natuurlijk het logo. De pet zelf, wat ik al zei, zit in deze doos. Een heel mooi doosje. Wat ik al zei, de kwaliteit is echt netjes. Dik gestikt. De onderkant van de pet is groen. Als er ooit nog eens een keer een gouden versie komt, jongens, ik kan me aanbevolen. Of andere kleuren, ook altijd goed. Daarnaast zitten er nog de welbekende stickers in. Een mooie matte finish. Normaal zijn ze altijd glossy, maar deze zijn echt mat. Deze vind ik nog wel het vetst. Voel slick. Dan zitten er gelukkig twee van mij. En ook nog een kleinere. Als ik hem te pakken krijg. Kijk. Dus dat is in ieder geval het petje. Super blij mee. Ik neem eigenlijk altijd mijn pet mee als ik ga rijden. Ik doe hem eigenlijk altijd vast aan mijn broek. Zodat als ik mijn helm afdoe, ik in mijn makkelijke kapsel te zien ben. Nou, wat betreft mijn PC en koelkastje. Ik heb eigenlijk een keer van SteelSeries. Ik gebruik daarnaast Adobe Premiere Pro om te editen. Mijn PC verder bestaat uit twee SSD's en heeft een GTX 1080 Nvidia GeForce kaart en daarbij een i7 8e generatie CPU met 16 GB of RAM. Dus het is een redelijke PC. Ik game hier ook nog wel eens, ik stream ook nog wel eens. Zelden, maar misschien moet ik het er weer een keertje op gaan pakken. Daarnaast gebruik ik meestal een methode. Ik heb, dit zijn allemaal video's. Ik gebruik meestal een template folder. Daarin staat een standaard met een standaard project. Die open ik dan, ga ik editen en save ik als nieuwe versie. En zo kan ik dus gaan editen. Zet ik allemaal files in en zo kan ik die dus gebruiken zonder dat ik ze altijd kwijt ben. Voor mijn muziek gebruik ik eigenlijk altijd Epidemic Sound. Dat is het is geen gratis website, maar je kunt voor 12 euro kun je onbeperkt muziek daarvan gebruiken voor onder je video's. Zowel op Instagram als YouTube als Facebook. Dus overal waar je wil. Hoeft ze volgens mij niet te crediten. Ik doe het altijd wel voor de zekerheid. Je kan er nooit kwaad mee doen om toch eventjes alles netjes in de description te zetten. Daarnaast hebben we aankomende zondag weer een ride-out staan. Van het afgelopen weekend staat al online. Ik zal hem hier rechtsboven in de hoek nog eventjes een keer weergeven. Mogen jullie zondag natuurlijk ook mee. Het is vanuit Waalwijk. Ik heb gehoord dat er best wel wat mensen komen. Ook nog wat andere vloggers. Dus misschien wordt het een leuke vlog met andere vloggers. Ik hoop het. En het zou leuk zijn. En volgens mij wordt het goed weer. Dus hopelijk zie ik jullie zondag. Ciao!